Nou, vandaag gaan we kijken hoe we erin kunnen improviseren. Je hoort op de achtergrond al een bekend thema. Dat is van Ray Charles. Hit the Road Jack. En dat bestaat uit vier akkoorden binnen de cirkel hier. Die iedere keer worden herhaald. A mineur, A mineur septiem, F en E. Dus je moet vier akkoorden kennen om dit nummer te kunnen spelen. En dat zijn de vier akkoorden. We gaan niet precies Ray Charles naspelen. We gaan met deze akkoorden gaan we zelf wat verzinnen. En daarvoor zet ik Ray Charles nu ook eventjes uit. Zo, die is weg. Nou, het zal duidelijk zijn dat er een bepaald thema in zit. En dat is... dat zijn die vier tonen die zich alsmaar herhalen. De A, de G, de F en de E. En die worden voortdurend herhaald. Nou vind ik het zelf altijd leuker om niet één toon te nemen... hoger op te nemen, dus... Nou, en dan is het dus zoals je de A aanslaat, dat je dan het A-mineur akkoord moet spelen. Als je de G aanslaat, dan spelen we de A-mineur 7, de A-mineur septiem, want de G is de septiem van de A. Als we de F aanslaan links, dan spelen we het F-akkoord. En als we de E aanslaan, dan spelen we het E-akkoord. Nou is het natuurlijk wel even belangrijk dat je weet hoe die akkoorden zijn. En die speel je dus voornamelijk met je rechterhand. Het A-mineur-akkoord. Daar zit natuurlijk de noot A in. En dan 1, 2, 3 hoger zit er ook de C in. En dan 1, 2, 3, 4 hoger zit er ook de E in. Dus dit is het A-mineur-akkoord. Bij de A-mineur 7 heb je nog steeds het A-mineur-akkoord. Alleen speel je daar de G erbij. Dus die doe je... Dit is een A-mineur 7. Maar je hoeft de G niet direct naast hier te nemen. Je kan hem dus ook hier nemen. Als je de G aanslaat met je linkerhand en je blijft met je rechterhand in de A mineur, dan heb je vanzelf al A mineur 7, A mineur septiem te pakken. Dus je twee eerste akkoorden. Eerst een volledige A mineur. En omdat je links de G aanslaat, krijg je rechts, of krijg je als totaal, krijg je de A mineur septiem. Dit is de F. Daar zit natuurlijk de F-toon in. En 1, 2, 3, 4 hoger. En dan nog eens 1, 2, 3 hoger. Dus dit is het F-akkoord. Dus even bij het begin beginnen. Nou, dan kennen we bijna alle akkoorden. Alleen de E mis nog. De E, die is niet in mineur uitvoering, die is in gewone uitvoering. Dus we beginnen met de E. 1, 2, 3, 4 hoger. Nou, dit is het halve E akkoord. Om voor de derde toon te vinden. 1, 2, 3 hoger. Dit is het hele E akkoord. Dus nou kennen we in principe... Tenminste, de basis ervan, waarop we dus zelf kunnen gaan improviseren. Nou, dat is de theorie. Ik zal nog even zeggen, ik heb hierboven iets anders geschreven. A mineur G, F, E, dus in plaats van deze A mineur 7 spelen we het G-akkoord. Dat klinkt iets anders. Het lijkt erop, maar
het is net even een beetje anders. Dus dat kan je af en toe er tussendoor doen. Als je zou willen variëren, als het te saai wordt met het echte schema, dan gooi je er in plaats van een A mineur 7, gooi je er een G-akkoord doorheen. Goed, zover zijn we nog niet. We gaan nu eerst proberen om te improviseren. Nou, je zal dus, als je dat wil doen en je hebt nog heel weinig kennis op pianogebied, ja, desnoods begin je met één hand, één vinger. Maar leer je aan om je pink en je duim in een octaafhouding te zetten. Dan heb je meteen al een vollere klank. Nou ja, begin desnoods eerst dit te oefenen. Een paar minuten lang, een kwartier lang of wat dan ook. Van het hele verhaal. Nou, dan moet je daarna, als je dat in je vingers hebt, moet je ook nog iets aan de rechterkant doen, met je rechterhand. Wat erg veel voorkomt, dat is de toon A. Die zit natuurlijk, de toon A zit in dit akkoord, zit ook in dat akkoord, maar hij zit ook in het F-akkoord. Dit is het F-akkoord, met een A in het midden. Dus die A die kan je volhouden, ook in het F-akkoord. Hij zit evenwel zit hij niet in het E-akkoord. Dus bij het E-akkoord, de vierde maat, moet je iets anders pakken dan die A, anders klinkt het niet. Daar moet je een toon uit het E-akkoord pakken. Dit was het E-akkoord. Dus we moeten vanaf A eventjes een half toontje lager naar de as. En op deze manier kan je al een beetje gaan improviseren. Maar het is natuurlijk leuk om niet met je rechterhand één toontje te nemen, maar om zeg maar twee toontjes te nemen. Dan beginnen we weer bij het A mineur akkoord. En dan, dit was het A mineur akkoord, dus je kunt deze twee noten nemen. Diezelfde noten zitten ook in het A mineur 7 akkoord. En misschien tot ieders verbazing zitten deze twee noten ook in het F akkoord. Dat is het F akkoord. En daar zitten deze twee noten in. Alleen de E is dus weer een uitzondering. Het E akkoord gaat zo. Dus we kunnen wel hier, hier en hier kunnen we deze twee noten aanhouden. Maar in het laatste, in het vierde akkoord, moeten ze allebei een half nootje zakken. Dus we zullen het even voordoen. En dat kan je dus. Al een beetje ergens op te lijken. Maar er zit in elk akkoord zit dus nog een derde toon. Dit is het volledige A mineur akkoord. Nou, dat kunnen we twee keer volhouden, de A mineur en de A mineur 7. Maar bij het F akkoord gaat dat niet meer, moeten we dus naar wat anders springen. Dat is dan een manier om al een beetje. Om een beetje te improviseren. Dit is nog gewoon het aanslaan van links. Het basloopje en rechts de volledige akkoorden zonder enige franje eraan, zonder ook maar iets erbij. Dus eigenlijk improviseren is het nog nauwelijks, het is gewoon het aanslaan van de akkoorden. Thank you.
kan je dus verder, als je dit kan, dit kan je dus gaan oefenen. Probeer dit 10 keer te doen. En af en toe kan je dan deze doorheen gooien met de G. Dan heb je wat afwisseling. Maar laten we het voorlopig even houden bij het originele schema. En dan is het eigenlijk helemaal aan je eigen smaak wat je er verder van maakt. Je hoeft niet per se, dit ritme aan te houden. En ten tweede neem ik er dus een vierde toon bij. Als ik het A-akkoord speel, speel ik niet alleen de lage A, maar speel ik ook de hoge A. En hetzelfde geldt dus in het E-akkoord. Tussenliggende toontjes. En het is zo dat je, als je in de toonladder van A mineur speelt, wat we hier dus duidelijk doen, de meeste akkoorden zitten in de A mineur bereik, heb je het geluk dat vrijwel alle witte toetsen redelijk klinken met de akkoorden. Nou moet je wel opletten, want het laatste akkoord is dus een E-akkoord. En bij het E-akkoord zijn niet alle witte tonen even plezierig om aan te horen. Dus als je naar het E-akkoord gaat, speel dan ook echt het voorgeschreven E-akkoord. Maar bij de A-mineur, A-mineur 7 en F, daar kan je vrijwel alle witte tonen nemen. Dus dat maakt het improviseren vrij simpel. Van het akkoord de tussenliggende noot nemen. Stukje improvisatiewerk te krijgen met één extra nootje in plaats van doe je. Je kan de balk omkeren, van boven naar beneden gaan. Is tussen de tweede en de derde vinger het tussenliggende toontje nemen. Nou, dat kan je dus eigenlijk al doen alsof je een goede improvisator bent. Dus verder alles gaan proberen, wat je maar wil. Je
kan je ook bevrijden van dit dwingende ritme, als je daar een behoefte aan hebt. Dus je kunt ook zeggen, in plaats van rechts speel ik de akkoorden, kun je ook zeggen, nou, links speel ik ook wat van de akkoorden. Zou ik zeggen, als je echt heel weinig weet van muziek maken, probeer dan links die dat aan te houden. Probeer rechts de akkoorden te spelen. In eerste instantie, doe er dan later een extra toontje bij. Wat je zelf wil. Wat het ook erg goed doet bijvoorbeeld is als je naar het F-akkoord toe gaat, om even van het F-mineur-akkoord, wat zo gaat, naar het F-majeur, het gewone F-akkoord te springen, met een snelle beweging van de middel van de wijsvinger. Dat zal ik even doen. Dus dan zit je te switchen tussen het F-mineur en het F-akkoord in. Dat doet het altijd erg leuk. Toch al af en toe even een septiem er doorheen doen. Je kunt dus ook van ritme veranderen. Je kunt af en toe een octaaf hoger en een octaaf lager gaan zitten. Thank you.
denk dat hier het meest belangrijke wel mee gezegd is. Je kan natuurlijk ook af en toe een toontje hoger gaan. Was ook bij het F-akkoord een septiem erin gooien. Dat is deze toon. Dat is septiem van de F. Dat was dus die. Van de F en nog switchen van minor naar major. Er zullen wel meer trucjes en alles te bedenken zijn, maar dit zijn toch wel de belangrijkste zaken. Het is dus niet zo ontzettend ingewikkeld om te improviseren. Als je daar moet wel de akkoorden kennen. Je moet met de linkerhand de basis, basloop doen. En dan ben je op een gegeven moment, kan je kijken wat goed klinkt en wat niet goed klinkt. Nou, ik zou zeggen, vermaak je met dit akkoordenschema van Ray Charles, Hit the Road Jack. Zoek het anders nog even op. Hier of daar, als je het niet over beschikt. Hij staat op YouTube. En je kan ook met Ray Charles eerst beginnen mee te spelen. In deze akkoorden. Hij speelt vrij snel, moet ik zeggen. Dus dat zal niet voor beginners niet al te makkelijk zijn. En dan kan je daarna, of je kan meteen beginnen met zelf improviseren. Dus veel plezier daarmee.